met mijn kat. Dat is oké. Jouw balletjes zijn zo poep geknipt. Maar weet je, even als ik even en ik vraag mijn allereerste sollicitatiegesprek ooit. Hoehoe. Goedemorgen, het is vandaag maandag. Ik had gisteren echt een hete pizza gehad bij New York Pizza. En ik ga echt nooit meer zulke pittige dingen eten. Ik had vannacht zo fucking veel buikpijn. Dat is echt niet normaal. Ik had echt maagzuur en krampen en ik heb het nog steeds. Ik ga nu even wat proberen te eten. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en ik was gisteren de hele dag ziek. Ik heb waarschijnlijk iets van buikgriep of zo gehad. Ik weet niet wat het precies was. En vandaag heb ik eigenlijk nog steeds kramp in mijn buik. Het is gewoon heel vervelend, echt best wel veel pijn. Steven was hier net heel eventjes. Ik ga nu beginnen met editen aan de shoplog. Ik hoop dat die morgen donderdag online kan komen ongeveer. Ja, dat is het eigenlijk een beetje. En ik ben bezig met... afgeleid. Ik ben bezig met het beetje mailtje beantwoorden. En zo. En dingen regelen voor binnenkort. Dus ja, ik ga nu even editen. En ik zie jullie zo alweer. Ik ga even snel langs de... Deze haar, want het ziet er echt uit trouwens. Langs de koop om even eten te halen voor mezelf voor vanavond. Ik ga even hotdogs maken. En ik neem even Stef's ring mee, want die ligt hier nog. En ik haal even eten voor hem. Want hij had geen eten meegenomen naar zijn werk. Dus dan breng ik dat ook even gelijk even langs. Dus dat is even mijn plan. Oké, ik had gisteren opeens met het idee. Nou kijk, het was eigenlijk mama's eigen schuld. Want mama, goedemorgen trouwens, het is vandaag woensdag. Joelle is vandaag jarig. Moet nog even kijken of ik langs ga, want ze heeft ook gewoon dingen te doen. Maar anders ga ik zaterdag langs. Mama zei gisteren, want wij brengen Tibbe altijd naar dezelfde dieren, naar hetzelfde dierenpension/asiel. En daar hebben we Tibbe ook vandaan. Ook als we op vakantie zijn en Tibbe is daar, dan post je ook foto's waar Tibbe wel eens op staat. En dan denk je, oh, het gaat toch goed met Tibbe. Stefan verklaart me echt voor gek. Maar, dus gisteren liet mama weer zo'n foto zien van een kitten. Ik zeg, mam, we moeten echt een kitten nemen. Maar Tibbe is nogal dominant. Tibbe wil alle aandacht. Tibbe is niet altijd even aardig tegen andere katten in de straat. Maar ik zei, weet je, fuck it, we moeten gewoon een kitten hebben. En... nu heb ik er een beetje over gehaald. Dus we gaan kijken of we misschien vandaag even vrijblijvend kunnen kijken naar de kittens bij de Ark. En we weten niet hoe Tip erop gaat reageren. Het is gewoon leuk. Een vriendje voor Tibbe. Of vriendinnetje. Jammer genoeg kun je geen baby's maken dan, want jij bent gecastreerd. Ja. Jouw balletjes zijn zo poep geknipt. Oké, ik ga om 2:15 voor mijn mama even naar het dierenasiel. Zo, dat ga ik zoeken. Kijk eens. Dit is onze nieuwe kat. We hebben een naam. Simba. Oh. Mama, zit je echt aan te kijken? Ik heb vies minder en ik heb eigenlijk nauwelijks van gehad. Het is zo schattig. Oh.
Maar weet je, even als ik even mag ontbreken, wij hebben eind volgende week allebei 2 weken vakantie, hè? Dus wij kunnen ook nu door de week komen. Dus ik gooi het er even in. Ja. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag, donderdag. En ik ben eventjes met Simba een spelletje aan het doen. Want Simba is natuurlijk een kitten, dus je vindt het helemaal leuk. Moet je even kijken. Terwijl Jeline nog maar duidelijk heeft gemaakt dat ze niets liever wil dan Steven al terug in haar armen sluiten, heeft hij het erg gezellig met Svanetta. De paard staat er goed in. Als ik vrijgezel zou zijn... Kijk eens hoe goed dat gaat nou. Ja. Oh. Ik heb me vast een beetje klaargemaakt voor het optreden vanavond, dat ik ga mijn diploma-uitreiking zingen. Dit is de diploma-uitreiking van de school waar ik op MAVO op heb gedaan. En degene die nu in de brugklas... Nee, degene die nu... laat ik het anders zeggen. Toen ik het Junior Songfestival won, zat ik in de 4e. En de bruggers van dat moment gaan nu... Die zijn nu geslaagd, zeg maar. Dus dat vonden ze wel leuk, want ze zeiden, nou, dat zijn een beetje fans van het eerste uur. En dan ga ik een stukje Andreas meezingen, Bloed, Zweet en Tranen. En daarna Around is een heel klein stukje, echt mini. Dus dat is super leuk. En Simba is zo schattig, kijk. Simba op de vlog. Zo'n schatje. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en gisteren had ik dus dat optreden bij de diploma-uitreiking. Als het goed is hebben jullie dat gezien. Wij gaan eventjes naar het tuincentrum even wat te halen voor Simba. Een speeltje en dit is mijn outfit. Simba al gevlogd hebben. Ja. Mijn haar is nog steeds in de krul van gisteren. Dit shirtje heb ik vandaag binnengekregen. En ik heb deze schoenen aan. Deze van ASOS, deze is van Unite Wardrobe, maar eigenlijk van Subdued. Schoenen zijn van Nike, tasjes van Cool Cat. En ik heb vandaag mijn allereerste sollicitatiegesprek ooit. Woehoe. Zie maar, kom maar. Even hier. Kom maar even de andere kant op. Ja, andere kant op. Goed. Nee, kom maar. Oh. Oh, wat was dat nou? Wat was dat nou? Het is wel grappig. Een hele oude kaart van... Kijk eens. Terwijl ik wel het idee dat hij ontspannen is en hij doet zijn oogjes dicht. En... Ja, maar dat had hij net ook niet op mijn schoot lag. Wat is er met die oksels? Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en ik ben eventjes bij Stefan. We gaan zo naar mij toe. Eerst gaan we even bier halen voor mijn ouders en dan gaan we naar de verjaardag van Joelle.
So that's really nice. Dat is mijn outfit. Maar ik ga zo meteen nog korte broek aan doen. De kans is 29 degrees today. Maar het is echt dik vandaag. Zondag. Hallootjes. We zitten weer op het strand. Dit is Stefan. Ja. En er is een brand gaande. Morgen heb ik mijn eerste werkdag. Dus ik ben zenuwachtig. Ik wil jullie bij deze heel erg bedanken voor het kijken. Simba, die is echt het leukste, nou niet het leukste kwartje ooit. We hebben nog eentje natuurlijk. Niet je poep gaat aan de mensen laten zien. Heel ondeugend. Maar ik wil bij deze vlog afsluiten. Ik hoop dat die leuk was. Ja. Ik heb morgen mijn eerste werkdag, dus ik ga even lekker chillen en niet te laat naar bed. Dus bedankt voor het kijken en vergeet niet te abonneren. Doei!